Welkom bij White Goblin Games. Ik ben Martijn en dit is Unmatched, Gevecht der Legende. En dit is ook Unmatched. Het zijn namelijk twee verschillende spellen die perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden, waarin jij een duel met je tegenstander aangaat. En in dit duel zal jouw held proberen de held van de tegenstander te verslaan. En jouw held kan zijn koning Arthur, of Alice, of Medusa, of misschien wel Sinbad. Of Robin Hood of Bigfoot. En deze bepaalde helden hebben ieder zo hun eigen vaardigheden en hun eigen set kaarten die hun gevechtsstijl versterken daarin. Dus, in een strijd zijn er geen gelijken, er kan maar één winnaar uit de bus komen en kan jij de held van de tegenstander verslaan voordat diegene jou verslaat? Een match speel je met twee spelers, of tot vier spelers met de grote Gevecht der Legendes doos. Het is te spelen vanaf 10 jaar en duurt ongeveer 20 minuten per spel. Laten we eens kijken hoe het spel zich speelt. Bepaal welke zijde van het speelbord je wilt spelen en leg het midden op tafel. Kies nu allebei een held en de bijbehorende spelonderdelen en leg deze aan jouw kant van het speelbord. Elke held heeft in ieder geval een heldminiatuur, 30 actiekaarten, een personagekaart en een levensschijf. Ook heeft een held nog mogelijk sidekickfiches, levensschijven voor sidekick of, in het geval van Alice, een formaatfiche. Op de achterkant van je personagekaart kan je ook een spelershulp vinden. Ik heb in het voorbeeld de spelershulpkant van ongebruikte karakters ook naast de personagekaarten neergelegd. Schud je actiekaarten en neem er 5 in je hand. Zet alle levensschijven op het aantal levens dat is aangegeven op je personagekaart. Het speelbord bestaat uit verschillende velden waarover strijders zich kunnen verplaatsen en deze zijn verbonden door middel van de zwarte lijnen. Elk veld bevindt zich ook in één of meerdere gebieden. Velden met dezelfde achtergrond behoren tot hetzelfde gebied. De startspeler begint met plaatsen. Zet je held op het speelbord op het veld dat aangegeven is met het cijfer 1. Daarna plaats je al je sidekicks in hetzelfde gebied als je held. De andere speler zet de held op het veld waarbij het getal 2 staat en die plaatst ook alle sidekicks in hetzelfde gebied als zijn held. Laten we nu het duel starten. In je beurt moet je exact 2 acties uitvoeren. En deze kunnen 2 keer dezelfde of 2 verschillende acties zijn. De acties die je kan doen zijn verplaatsen, beramen of aanvallen. Laten we beginnen met verplaatsen. Als je kiest voor de actie verplaatsen, dan pak je eerst een kaart voor je trekstapel. En vervolgens kijk je op je personagekaart hoeveel elk van jouw strijders, je held en sidekicks dus, mogen verplaatsen. Deze waarde kun je vergroten door een kaart uit je hand te spelen en de waarde rechts op de kaart erbij op te tellen. Dit noemen we boosten. En dan verplaats je al je strijders tot maximaal dat getal. Er zijn een paar regels hierbij, namelijk je strijders mogen alleen maar over de zwarte lijnen verplaatsen. Ze mogen wel over elkaar heen verplaatsen, maar niet over die van de tegenstander. En ze mogen ook niet samen op een vakje eindigen. Dus elk veld zal aan het eind van jouw beurt maximaal 1 strijder bevatten. De tweede actiemogelijkheid is beramen. Daarvoor leg je een kaart met een bliksemschicht in de linkerbovenhoek af en kijk je daaronder welke strijder dat deze mag uitvoeren. Staat daar ieder, dan mag je zelf een strijder uitkiezen. Dit wordt jouw actieve strijder. Voer vervolgens de tekst uit die onder op de kaart staat en leg de kaart af op de aflegstapel. De derde actiemogelijkheid is aanvallen. Laten we eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Kies een strijder waarmee je gaat aanvallen. Dit is je actieve strijder. Je actieve strijder mag een aangrenzende strijder van de tegenstander aanvallen, of als je de strijder hebt met de eigenschap afstand, dan mag je ook een vijandige strijder in hetzelfde gebied als jouw actieve strijder uitkiezen. Je vrijbuiters sidekicks hebben geen aangrenzende strijders en kunnen dus niet aanvallen. Robin Hood staat naast Bigfoot en kan hem dus aanvallen, maar je kiest er nu voor om je pijlen op Jackalope te richten. Robin Hood kan namelijk op afstand aanvallen en hij en Jackalope staan in hetzelfde gebied. Kies daarna een kaart uit je hand waarmee je gaat aanvallen en leg deze dicht op tafel neer. Deze kaart dient het aanvalssymbool of het aanvalverdedigingssymbool te hebben en moet aangeven dat die met jouw actieve strijder uitgevoerd mag worden. Je tegenstander kiest vervolgens om te verdedigen met een kaart. Die kaart moet het verdedigingssymbool of het aanvalverdedigingssymbool bevatten en moet natuurlijk ook uitgevoerd kunnen worden door zijn of haar actieve held. Je tegenstander kan er ook voor kiezen om geen kaart ter verdediging te spelen.
Draai de aanval- en verdedigingskaart open en voer de effecten uit als er direct bij staat. Nu wordt het gevecht gestart en worden de effecten tijdens gevecht uitgevoerd. Als je dat hebt gedaan, kijk je als aanvaller of je meer schade doet dan je tegenstander. Als dat zo is, dan verliest de tegenstander het verschil in schade aan levens. Jij bent dan de winnaar van het gevecht. Als je tegenstander meer of evenveel schade doet als jij, dan verliest geen van jullie levens, maar is de verdediger wel de winnaar van het gevecht. Daarna is het gevecht afgelopen en mogen de kaarten met na het gevecht geactiveerd worden. In dit geval pakt Jackaloop dus één kaart, helaas geen tweede kaart, want hij was niet de winnaar van het gevecht. Als het effect van de aanvaller en verdediger tegelijk zouden afgaan, dan mag de verdediger deze als eerst uitvoeren. En vervolgens kijk je of de strijder nog levens heeft, want als hij geen levens meer heeft, dan is hij verslagen en wordt hij van het bord verwijderd. Sommige strijders hebben echter geen levensschijf, zoals bijvoorbeeld de harpijen van Medusa. Die hebben allemaal slechts één leven en zodra ze de schade ontvangen, zullen ze van het bord verwijderd moeten worden. Als jij op deze manier de held van je tegenstander verslaat, dan heb je gewonnen en ben jij de winnaar van Unmatched Gevecht der Legendes. En dat is hoe je Unmatched Gevecht der Legendes speelt. Met dit spel kun je dus Robin Hood tegen Bigfoot laten strijden en met dit spel kun je de andere vier helden spelen. Je kan natuurlijk ook zeggen dat je Robin Hood tegen Medusa laat strijden bijvoorbeeld, door ze te combineren. In allebei de spellen zit in ieder geval een dubbelzijdig speelbord voor meer variatie. En mocht je met dit spel aan de gang willen, dan kun je ook met vier spelers spelen en een strijd tussen twee teams van twee helden spelen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe dan een duimpje omhoog. En kijk op www.whitegoblingames.nl voor meer informatie of stel je vraag hieronder in de comments. En wil je altijd als eerste op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons dan op social media en ik zie je snel. Doei!